Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we een grijze waas boven Nederland. Dat zijn laaghangende wolkenvelden die de zon wel tegenhouden en zelfs een spatje regen of motregen opleveren. Maar vaak is het ook droog. Alleen in het zuidoosten weet vanochtend nog heel af en toe de zon door te breken. Temperatuur is zo 10 à 11 graden en er waait een noordelijke wind met windkracht 2 tot 4. In de loop van de dag trekt het, het lichte motregengebied langzaam naar het zuiden weg en breekt vooral in het noorden nog even de zon door. Het wordt dan zo'n 12 à 13 graden, in Zeeland misschien nog net 14 graden. Vanavond wordt het dan geleidelijk op de meeste plaatsen droog en valt nog hooguit een enkel spatje in het noordwesten of in het uiterste zuiden. Morgen overdag hebben we in het binnenland een flinke periode met zon, daar blijft het droog, is het koud met 8 graden, in de kustprovincies vallen buien, later op de dag misschien met onweer en hagel. Zuiden heeft in de ochtend nog bewolking, in de middag breekt daar de zon door. Zaterdag zien we opnieuw in het binnenland veel zon en in de kustprovincies buien bij lage temperaturen. Zondag begint droog en met wat zon, later op de dag neemt de bewolking toe en wordt de kans op regen groter. En ook maandag is het wisselvallig weer en kil. Ik ben Michiel Severin van weerplaats.nl.